Naast me staat Karel van... Koffie, thee en zo. Koffie, thee en zo. In de Kerkstraat. Kerkstraat, ja. Ja, en als ik hier naar langs kom, dan denk ik, dat is een mooie ouderwetse zaak. Een mooie ouderwetse zaak. Koffie, thee verkopen wij, chocolade. En we hebben ook buitenactiviteit nou momenteel, dus het is prachtig weer. Dus... Dat kan je wel merken. Dat ja, dat mooi kan je goed merken hoor. Ja, ja, het is, dan ontstaat hier weer een bepaalde loop. Ja, dus ontstaat een bepaalde loop. Komen allemaal vanaf de markt en je ziet, kom maar even een bakje doen. Dus gezellig. Ja. Ja. En de mensen kunnen hier dus, want we hebben eigenlijk geen goede banketbakker meer in de stad, hè? Nee. Nou ja, er zitten nog wel ergens. Oké, ja. Maar, ja, wij hebben... We gaan het niet over concurrentie hebben. Maar als de mensen in de stad een lekker chocolaatje willen kopen, dan kunnen ze dus hier terecht. Ja, dan komen ze meestal hier terecht. We hebben hier heel veel chocola, je kan het zien. Er staan ook wat truffeltjes. Chocola. Wat bonbons. Ja. En ja, je ziet ook de koffie in die wand staan. Best wel losse en ook wat cadeauartikelen hier. Dus dat gaat tot op heden. Je kan hier ook zo'n leuk cadeautje kopen. Ja, ook een leuk cadeautje kopen. Wat met chocola gerelateerd. Gerelateerd aan chocola, ja, klopt. Ja, en ja. De meeste vrouwen zijn heel gek op chocola. Ja, die komen hier graag. Ja, hè? Ja, ja, die komen hier echt graag. En doet u ook nou wel eens een... Hoe heet dat? Een koffiecomplet? Zoals ze dat vroeger heette. Koffiecomplet. Ja, met lekkere dingetjes erbij? Ja, hebben wij ook. Met een, nou geen liqueur hoor, mogen geen drank serveren. Maar we maken er altijd wel een soort feestje van, dat wel. Ja. Dus, en hoe lang zit je hier nou, Karel? 5 jaar precies. Ja, 5 jaar. September vorig jaar, 5 jaar. Dus het, ja. En ben je blij met de resultaten tot nu toe? Wij zijn niet ontevreden. Het kan natuurlijk altijd beter, maar we zitten op plan wat we wilden. Dus ja, nee, echt waar. Ja. Naar mijn bescheiden mening is er wel ruimte voor dit soort ondernemers. Toch? Ja. In Schiedam Centrum. Ja, want ze hebben het vaak over speciaalzaken. En dat, dat hoor je dus steeds meer. Ik mis dat wel een beetje in Schiedam, hoor. Ik denk van, er zijn ook mensen die iets meer, komt wel wat meer op de hoogstraat, begreep ik. Dus ze zijn wel meer bezig om wat toch een beetje aan te scherpen. Ja. Ja. Je vindt wel dat het de goede kant op gaat. Het gaat op zich de goede kant op. Het gaat langzaam, maar ik zie toch wel dat er wat betere winkeltjes komen. Er moet natuurlijk nog wel even wat meer doorzet, want je ziet er ook wel weer verdwijnen. Dus uiteindelijk, dat is een beetje de moeilijkheid. Alles is natuurlijk veranderd door dat internet. Ja, ja. Maar ik ben er zelf van overtuigd dat er altijd ruimte zal zijn voor speciaalzaken. Ja, ja. Want ik kijk in België mijn ogen uit. Ja, het is prachtig joh, als je die kant op gaat. Frankrijk, natuurlijk de winkels waar je hard sneller van gaat kloppen. Ja, zonder meer. Ja. Ja, klopt. En als we daar een beetje van hier kunnen krijgen... Dan ziet het er wel heel anders uit. Dat lijkt mij ook. Maar voorlopig schijnt de zon. Ja, we gaan er wat van maken. Een nieuwe ronde. Nieuwe kansen. Oké, bedankt.